Bijna 800 mensen kwamen erbij om het leven. En de historische binnenstad van Nijmegen raakte onherstelbaar beschadigd. Het Amerikaanse luchtbombardement van 1944 is deze maand alweer 80 jaar geleden. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opent vandaag de expositie 2 minuten. Over de bewuste 2 minuten die de stad voorgoed veranderden. Het is een expositie over het bombardement op Nijmegen van 1944, 22 februari 1944. Toen is de stad in 2 minuten tijd getroffen door bommen van de Amerikanen. Die een doel zochten omdat ze in Duitsland hun bommen niet kwijt konden. En de stad het stadshart is eigenlijk in 2 minuten compleet verwoest. Die herinnering aan het bombardement, omdat het Amerikanen waren, die is heel lang weggestopt. Het is heel lang geweest dat men dacht van, hier moeten we niet bestilven, we moeten doorgaan. En dit waren onze latere bevrijders. En wij willen dit verhaal brengen omdat je nog steeds merkt dat het de stad getekend heeft. Als je door de stad loopt, dan zie je nieuwbouw, wederopbouw. Maar dat heeft alles te maken met dat verleden. Mensen zijn dat kwijt. De expositie is niet alleen bedoeld om mensen te laten zien wat er 80 jaar geleden is gebeurd. Maar dat mensen ook leren dat oorlog is van alle tijden. En misschien dat mensen ook leren, we hebben hier nu 80 jaar vrede. En je denkt dat is vanzelfsprekend. Nee, dat is het niet. Je kunt je bijna niet voorstellen van hoe toeval is. Er zit hier een jongetje bij, die is gedood door splinterbommen. Die is eigenlijk alleen herkend aan zijn kleding en aan zijn schooltas. En in zijn schooltas zit een schriftje, dat ligt hier in de expositie. Hij moest die ochtend voor het bombardement een matrozenverhaal opschrijven, dat ze op de grote vaart gingen. De laatste zin in zijn schriftje is, dag pa, dag ma, ik ga heen. 2 uur later wordt hij getroffen. Dat schriftje is doorzeven door splinterbommen. Dat ligt hier. Als ik daarbij sta, dan word ik stil. De expositie is de hele maand februari te zien in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ook op plein 44 zullen er in die periode enkele abris staan met foto's van het bombardement. Een ander bijzonder programmaonderdeel is lichtherinneringen. Dat zijn bewegende projecties die tussen 21 en 25 februari in de avonduren te zien zijn op de gevels van onder meer de HEMA, de Stevenstoren en de Molenstraatkerk. Verder zijn er voorstellingen in de Lindenberg, rondleidingen door gildegidsen en lezingen. De hoogtepunten van de herdenkingsmaand zijn uiteraard de jaarlijkse brandgrenswandeling in de avond van 21 februari. En vervolgens de officiële herdenkingsceremonie op 22 februari bij het monument De Schommel aan de oostzijde van het stadhuis. Deze zal dit jaar uitgebreider van karakter zijn dan normaal.